een volkomen bezield persoon worden. De ontwaakte ziel als middelaar tussen lichaam en geest. We nodigen je uit deel te nemen aan de lezing Een volkomen bezield persoon worden, die Daniël van Egmond verzorgt op zondagmiddag 18 januari 2015 in Pentagram Boekwinkel in Haarlem. Deze lezing biedt verdere verdieping van onderwerpen die zijn besproken in het online programma Spirituele Kerst van Pentagram Boekwinkel, maar kan ook prima worden gevolgd door mensen die daar niet aan hebben deelgenomen. Daniël baseert zijn lezing deels op zijn boek De Wereld van de Ziel. Dr. Daniël van Egmond studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Al meer dan 30 jaar geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van spiritualiteit en mystiek. Hij schreef vele artikelen en enkele boeken. In de westerse samenleving lijkt alles erop gericht te zijn om te voorkomen dat de menselijke ziel ontwaakt en actief wordt. Alles lijkt erop gericht te zijn om ons gevangen te houden in de greep van horizontale, aardse, materiële, sociale en psychologische processen. Zolang we niet gaan leven uit een ander, verticaal niveau van werkelijkheid, waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor onze onrust en onvrede schijnoplossingen blijven. Ieder mens is drievoudig van aard. Wij nemen deel aan de kosmos dankzij ons lichaam en aan het goddelijke dankzij onze geest. Toch zijn we geen dualiteit, maar een levende, dynamische drie-eenheid dankzij onze ziel. Nu is het de kunst om voortdurend, dus onder alle omstandigheden, het ene en het vele met elkaar in evenwicht te brengen. Dat wil zeggen dat we er steeds opnieuw naar behoren te streven om hemel en aarde met elkaar te verbinden. Juist dankzij deze dynamische activiteit kan onze ziel tot ontwikkeling komen. Alle authentieke, contemplatieve tradities hebben maar één doel. Zij zijn er om ons te helpen een brug te worden tussen hemel en aarde. Zij leiden en begeleiden ons, opdat er een nieuwe, individuele ziel in ons geboren kan worden. Door de eeuwen heen was en is het belangrijkste doel van elke levende, authentiekere religie om ons te helpen om een volkomen bezield persoon te worden. We zijn een drie-eenheid, maar helaas slechts in potentie. Zolang we ons volledig blijven identificeren met alles wat tot deze wereld behoort, kunnen we hoogstens uitgroeien tot een sterke persoonlijkheid. Maar dan zijn we uitsluitend een aards wezen en is de ziel niet in ons tot leven gekomen. En zolang de ziel niet is ontwaakt, zijn wij niet in staat hemel en aarde met elkaar te verbinden en blijven we gedesoriënteerd, uitsluitend gericht op de horizontale, aardse dimensie en volstrekt onwetend over onze afkomst en het doel van ons bestaan. En dat doel is een brug te zijn tussen hemel en aarde, tussen de verticale, geestelijke dimensie en de horizontale, aardse dimensie. We hopen je te kunnen begroeten op de lezing op zondagmiddag 18 januari 2015 in Pentagram Boekwinkel, Bakernessengracht 1 in Haarlem. Meld je aan via de website www.hogeschool.nl.
rozenkruispers.com